Een onbezorgde jeugd, dat gun je ieder kind. Maar deze jonge dame, hoe vrolijk ze ook is, heeft meer meegemaakt dan je je ergste vijand toewenst. Ik ben Hanin, ik ben 17 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Ik ben al 2,5 jaar in Nederland. Wat spreek je goed Nederlands al? Dankjewel. Ja. Ik doe echt mijn best om het goed te spreken. Maar dat heb je in 3 jaar heb je dat voor elkaar gekregen. Dat is wel heel erg speciaal. Ik heb de Nederlandse taal heel snel geleerd, denk ik. Omdat ik echt heel hard heb gestudeerd. Je doet er alles aan om hier je bestaan op te bouwen. Ja. Voelen jullie een beetje welkom? Super welkom. Ja? Ja, iedereen is heel aardig tegen ons. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, we zijn gevlucht voor slechte mensen. Dus, en gelukkig zijn we hier. En we zijn echt gelukkig hier in Nederland. En ja, dat was eigenlijk de enige optie die we hadden. Dus toen wij naar Nederland kwamen, gingen wij naar een asielcentrum. En nu wonen wij tijdelijk in een huis. Omdat wij nog in afwachting zijn van onze verblijfsvergunning. Dat kan ook nog fout gaan, wil je zeggen? Ja, zeker. Ja. En hoe is dat voor je familie om in die onzekerheid te leven? Het is echt moeilijk. Maar we moeten gewoon wachten. En dat is alles wat we kunnen doen. Ik weet niet hoe lang dat kan duren, maar het is wel jammer dat wij het niet weten. Maar hoe zag jullie leven eruit toen je daar nog woonde? Ja, Syrië. Het was ook een beetje lastig. Het was moeilijk om te werken, om te leven. Je bent altijd bang. Je weet niet of je misschien morgen wakker wordt of niet. Dus het was moeilijk. We zijn heel gelukkig hier in Nederland. En nu kom je meedoen aan The Voice. Wat ga je zingen? Let It Be. Van de Beatles. Waar ik aan denk als ik dit nummer zing, is dat wij het moeilijk hebben. Een stukje van de lied zegt: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Dus ik vind dat stuk heel bijzonder. En ik voel dat zo ook. Dus ik voel het liedje. Dan kan je het vast ook heel goed zingen. Ik hoop het. Ja. Welkom allemaal bij The Voice. Dankjewel. En heel veel succes. Dankjewel. Straks. Hanin, een stoere dame die niets liever wil dan een normaal leven opbouwen. Een leven waar niemand het je kwalijk neemt als je je dromen najaagt. En dat doet ze, want zingen is haar lust en haar leven. Let it be.
Goedenavond. Hallo. Hoe heet je? Hanin. Ik kom uit Syrië. Ik ben 17 jaar oud. En ik ben al 3 jaar in Nederland. Wauw. Wauw. Hanin betekent toch schattig of betekent toch iets in die... Ja, zoiets. Lief. Lief, ja. Ja. Peter kon die naam gewoon... Toch is het eerste wat je denkt als je haar hoort zingen. Wat lief. En ik had de tranen in mijn ogen staan. Het kwam gewoon aan. Dankjewel. Ja. En pas 3 jaar? 3 jaar in Nederland, ja. Welke school leer je dat? Moet ik ook naartoe namelijk. ik ben hier geboren, maar ik ken niet eens zo goed als jij. Nee, wat knap. Ik doe echt mijn best. Maar dat hoor je ook heel goed, hè? Jouw vader is de meest trotse man op aarde. Oh. Het lijkt wel een voetbalsupporter hoe hij erbij staat. Gewoon. Hoe lang zing je al? Sinds mijn 8 jaar of zo, ja. En dan heb je dus ook wel eens Arabische liedjes gezongen. Ja, zeker. Ja. Zou je een stukje Arabisch willen zingen nu? Ja, zeker. Ja. Kun je dat dan begeleiden, Jeroen? Of, nee, ik denk... Gewoon a cappella, hoor. Gewoon a cappella. Ja. A cappella. Kijk, zie je? Pak van zijn hart. Hè? Een klein stukje, ja? Ja, klein stukje. Okay. وفزعني يا قلبي تكبر بهالغربي وما تعرفني بلادي خدني خدني وخدني على بلادي En nu heb ik tranen in mijn ogen. Ik versta het niet, maar zelfs dan krijg ik tranen in mijn ogen. Het is ongelooflijk. Je hebt zoiets moois, ontwapenends over je heen. Je bent zo puur. Je bent zo nog een meisje, weet je. En als je dan ziet wat je al met je meedraagt, dat hoor je gewoon terug in iemand. Weet je? Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo zeg. In ieder geval... Als je voor mij kiest, dan zou ik ook dit stukje met jou af en toe willen inzetten en etaleren. Omdat ik denk dat je daarmee echt een unique selling point hebt. Dus echt, het was echt dat stukje van net, wat je, dat is echt fantastisch. Dankjewel. Anouk. Ja, prachtig. Super mooi. Je hebt een hele mooie stem, heel licht. Ik vind het al dat je het goed controleert. Er waren een paar kleine dingetjes, maar dat zijn ook de zenuwen. Maar je stemkleur en hoe beheerst dat is, ik vind het echt heel erg mooi. Ik zou het superleuk vinden om met jou te werken. Je hebt 4 stoelen, gefeliciteerd. Ik wil natuurlijk heel graag ook iets tegen je zeggen. Want toen jij begon, toen leek het net of er een engel begon te zingen. Omdat het je heel makkelijk afgaat. En ik hoor Ali net zeggen dat hij in het Arabisch wil proberen. Als je voor mij zou kiezen, zou ik je heel graag in het Nederlands willen laten zingen. Omdat jij een fantastisch voorbeeld bent van hoe snel en hoe goed je je kunt aanpassen aan de Nederlandse cultuur. En door dit te laten zien, denk ik dat je iedereen die in een soortgelijke situatie is gekomen als jullie, ja, die kunnen daar kracht uit putten. Dus als je voor mij zou kiezen, zou ik heel graag daarmee aan de slag willen. Omdat je daar ontzettend veel mensen blij mee maakt. Dankjewel. Aan jou de keus. Jij mag kiezen. Nou, ik vind jullie echt allemaal leuk. Maar... ik ga voor Anouk. Ah, yes! Ah, superleuk. Dankjewel. Daar ben ik heel blij mee. Thank you. Lief hoor. Echt heel nice. Oh, wat is het ontroerend. Oh. Jan heeft gelijk, je bent een engel. Ja, en je hebt vluchtelingen uit Syrië hier in Nederland nu een gezicht gegeven. En een stem. En wat voor stem. En ik hoop zo dat het jullie lukt om hier voor altijd te blijven. Want je bent een aanwinst voor ons allemaal. En voor ons hier bij The Voice in het bijzonder. En ik hoop dat je heel ver komt. Ja. Zij kan echt een stem van een generatie worden. Ja. Weet je, er zijn zoveel mensen hier in dit land die gewoon niet gehoord worden.
tot grote frustraties aan toe, weet je wel. Gefeliciteerd, lieverd. Op naar de Bertels. Nou.